Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over twee identieke weerstanden die in serie staan. Dus, wat je hier ziet is een circuit met als bronspanning 6 volt en twee identieke weerstanden van beide 1 kilovolt. Dus, hoe gaan we hier aan beginnen? Wat zijn onze gegevens? Ons gegeven is onze bronspanning VCC of in dit geval V. 1 is gelijk aan 6 volt. R1, onze eerste weerstand, is gelijk aan 1 kiloohm. En onze tweede weerstand, R2, is ook gelijk aan 1 kiloohm of 1000 ohm natuurlijk. Nu, de eerste stap wat wij gaan doen, is wij willen van dat circuit de stroom gaan berekenen. Maar voor de stroom te gaan berekenen, zullen we eerst de vervangingsweerstand moeten kennen. Drie vragen. Onze vervangingsweerstand, onze stroom. En ik zou ook graag de spanning over R2 bepalen, zodat ik weet wat de spanning is die ik daar in dat knooppunt ga krijgen. Dus we gaan er eens aan beginnen. We starten met berekenen van onze vervangingsweerstand. Hoe zit dat precies in elkaar? Ja, we hebben daar twee serieweerstanden. En we hebben geleerd dat indien dat we twee weerstanden in serie hebben, dat we die gewoon met elkaar mogen optellen. Dus RV is gelijk aan R1 plus R2. 1000 ohm plus 1000 ohm is 2000 ohm, is 2 kiloohm. Wat hebben wij nu precies gedaan? We hebben die twee weerstanden, we hebben die samengevoegd tot één weerstand, de vervangingsweerstand. Dus wat hebben we nu eigenlijk gedaan? We hebben dat circuit vereenvoudigd. We hebben dat circuit vereenvoudigd. Dit doen we nu eigenlijk alsof dit niet meer bestaat. En dit is ons nieuwe circuit. Dus we hebben die twee weerstanden eruit gepakt en we hebben die vervangen door een weerstand met die vervangingswaarde van 2 kiloohm, 2000 ohm. Nu, van dat circuit is het wel heel gemakkelijk om de stroom daardoor te berekenen. We hebben namelijk de spanning. En we hebben de weerstand. Dus het enige wat we nog nodig hebben, als we de wet van ohm bekijken, is stroom. Stroom I is gelijk aan de spanning gedeeld door de weerstand. Welke weerstand? Onze vervangingsweerstand van 2 kiloohm, die u daar in het circuit ziet staan, en de spanning over die weerstand. In dit geval is de spanning over die weerstand de bronspanning. Namelijk 6 volt. En dan krijgen we dus een stroom van 3 milliampère. Dus we hebben nu vervangingsweerstand bepaald en we hebben de stroom bepaald. Wat rest ons nog? Spanning over R1. Hoe berekenen we de spanning over R1? Moeten we eigenlijk terug van dit circuit terug naar ons origineel circuit gaan. Waar we dus weer de twee weerstanden in zien staan. Twee weerstanden van 1 kiloohm, die in serie staan. Dus wat weten we? We weten van serieschakeling dat de stroom door beide weerstanden hetzelfde zal zijn. En de waarden van de beide weerstanden zijn hetzelfde. Dus als we dan de wet van ohm zal volgen, U is I maal R, dan zal dus ook de spanningsval over de twee weerstanden hetzelfde zijn. Ik bereken even de spanning over de eerste weerstand. UR1 is de stroom maal de waarde van de weerstand, is 3 mA maal 1000 ohm, is gelijk aan 3 volt. Als we dat berekenen voor R2,
stroom is dan hetzelfde. In dat geval is ook die weerstand hetzelfde, want u ziet daar dat wij twee weerstanden hebben met dezelfde waarde. Dus zullen wij ook 3 volt uitkomen. Wat valt u nu op? Als je identieke weerstanden in serie hebt, dan zal die spanningsval over beide weerstanden even groot zijn. Hier hebben we 2 identieke weerstanden, waar, omdat het een serie schakeling is, een even grote spanning doorgaat. Dus in dit geval dat wij 6 volt als bronspanning hebben, krijgen wij een spanningsval van 3 volt over elke weerstand. De spanningsval bij identieke weerstanden is namelijk gelijk aan de bronspanning delen door het aantal weerstanden. Nu, dit is een schakeling die dat u regelmatig zult zien terugkomen. Dit is namelijk de schakeling van een spanningsdeel en zo onder andere gebruiken voor de potentiometer of LDR of een temperatuursgevoelige weerstand aan te sluiten en uit te lezen met een Arduino.